tentoonstelling Wilde in Museum en Fundatie is een samenwerkingsproject met Groningen Museum waar Nieuwe Wilde te zien is. Zo'n samenwerking met een ander museum is altijd een experiment. Ik ben dol op het Groningen Museum. Een match made in heaven. Een ode aan het expressionisme. Enorme doeken hangen hier. Het is de penseelstreek waar het om gaat. Nog harder schreeuwen eigenlijk om aandacht te krijgen. Het gaat om vrijheid. Wat je zowel bij Wilde als bij Nieuwe Wilde ziet is de allerindividueelste uiting van de allerindividueelste emotie. Het zoeken naar dat hele briljante moment van die individuele expressie. Het zich losmaken van de lijn en de verfijnde kunst. Mensen hebben een behoefte om hun, ja, het innerste naar buiten te brengen en met veel temperament te schilderen. Wij hebben hier in de fundatie Brücke en de heer Blauwe Ruiter, twee kunstenaarsgroepen die zich eigenlijk verwant voelden met het individualistisch expressionisme van Vincent van Gogh, maar daar een soort van doctrine aan hingen. Dat waren de klassieke expressionisten uit de jaren 10 en 20. En de nieuwe beelden uit de jaren 80, ook uit Duitsland, die hangen in het Groninger Museum. Dit laat eigenlijk de essentie van Brücke heel erg zien. De jonge meisjes op Weimar van Ernst Ludwig Kirchner, 1913, 1920, zo in die periode geschilderd. De Eiffeltoren is net gebouwd, de bomen groeien tot in de hemel en geld en materieel goed is heel erg belangrijk. En deze kunstenaars keren eigenlijk om en zoeken een aards paradijs. Wat zo spannend is aan dit schilderij is natuurlijk die hele vrije verftoets, die hele expressieve penseelstreek, maar ook de beweging die in de duinen zit, maar ook in de modellen zit. En het is eigenlijk een grote dans. Onvoorstelbaar fijn om dit werk in Zwolle te hebben. De Wilde, met name de Brückeleden, die gingen weg uit de metropool. Die gingen weg uit de stad en die gingen eigenlijk paradijzen creëren op het platteland. Het was niet de metropool en het was niet het grote uitgaan. En dat is nou precies wat je bij de Nieuwe Wilde wel ziet. En daar zie je het stadse leven. Daar zie je de heftigheid, daar zie je de erotiek van het uitgaansbestaan, de cosmopoliet. Ik sta hier voor Rainer Vettings eerste muurschildering van 1977. Nou, de Berlijnse muur is een architectuur-icoon, maar allesbehalve mooi. Daar word je ook wel een beetje depressief van, zeker als je het meegemaakt. En toch is het Vetting gelukt eigenlijk een heel mooie compositie daarvan te maken. Dat je bijna vergeet wat een eng onderwerp het eigenlijk is. Ja, dat spreekt me aan, gewoon vanuit persoonlijke geschiedenis, maar ook met die afstand die je hebt. En wat is nou de actualiteit hiervan? Het is kunst van vrijheid. Het zijn niet alleen kunstenaars die zich ontworstelden aan de uiterlijke grenzen van de kunst, hè, die met hun expressiviteit die grenzen deden knallen. Maar het heeft ook met geestelijke vrijheid te maken. Het heeft ook met identiteit te maken, met het durven zijn van een vrij mens. En dat was zo hè, in die eerste decennia na de eeuwwisseling in de vorige eeuw. En dat was ook zo in de jaren 70 en de jaren 80. En dat geeft deze beide tentoonstellingen in mijn beleving een enorme actualiteit. Ja, het fijnste is als je beide tentoonstellingen kunt zien, de Wilde en de Nieuwe Wilde. Je mag beginnen waar je wilt. Je begint hier misschien en ga je kijken wat zijn de artistieke wortels van deze jonge mensen. Of je begint in Zwolle in de fundatie bij de expressionisten. En dan kun je naar Groningen gaan en kijken naar hoe is de kunst doorgegaan. Hoe reageren de jongeren op de ouderen? Of juist niet. Is het überhaupt te vergelijken? Maar het is eigenlijk een soort leren kijken door vergelijken.